Bril. Hè? Brink, hè? Meneer Brink, hè, nieuwe minister. Hoe is het met jou? Heb je er een beetje zin in? Heb je er zin in? Nou, hè? Want als ze er zin in heeft, dan moet het eigenlijk wel Sil Oudering zijn, hè? Sil Oudering met sportbril. Is goed. 106, wat zegt u? Even kijken hoor, als ik jou ken. Is dat Tess Plasman? Oh, dan hebben we lang in de woning. Mag best een applausje geven voor 25 jaar. We hebben altijd even een lijst van die dieren. Dat is veel vrijwilligers. En daar hebben ze dik verdiend, hè? Voorzichtig. Dit is natuurlijk wel. Wat maken van de wijde kan in Friesland in het water. We gaan kijken jongens, als we kijken naar 2-0-2 is een mooie tijd, 112 hebben we daar, Boksem zit daar binnen met 199, is er nog een Puller die daar binnen komt in 2-11 en dat is sneller dan vorig jaar die Puller hoor, dat is wel sneller hoor. Als daar Sint-Koenze binnenkomt, daar zit die Danilo Boksem bij, dit zijn natuurlijk wel de allerbeste atleten hoor. Daar zit Stijn Moddenjongen, Jens Moddenjongen, zit daarbij. Nou, als we gaan kijken naar al die grote dagen, dan mag hij mooi applaus geven. Jongens, hebben jullie al een beetje warm gebruikt om deze jeugdatleten laten voelen dat ze vanavond de show steden? Want we hadden natuurlijk ook daar Tessa Veuring binnen. We hebben ook, jongens, was dat ook Tim Huisman uit Zwolle? Tim Huisman uit Zwolle kwam daar binnen. We hebben natuurlijk de Thijs Altena uit Brugdenveld. We hebben 115. Dat is nou Luisman. En we hebben 3 minuten op de klok. Dat zijn allemaal tijden. Maar natuurlijk aan de slot van AZ ook aan de schout is. Hè. Zijn er al snelle jongens bij? 181. Is dat Guido Kies? Hij komt uit Kloosterhaar. En dat is ook altijd gezellig in Kloosterhaar, toch? 160 hebben we daarbij zitten. Dat is ook netjes de klok staan op 3:22. Dat is ook netjes. En met nummer 196 is natuurlijk Lotte Puller. Goed gedaan, Lotte Puller. Wat je niet op heeft kunnen verliezen. En met 105 hebben we gezegd in deze tijd. Dat is Celeste Boksem die binnenkomt. We hebben ook al 3:40 staan. Dat is ook netjes van Puller. En als we dan kijken met 107, Lucie wint. Ah ja, en ze noemt niet zo dicht aan mij die Lucie wint ook. 162 is Mieke Haarlem en Hanneke. 430 is S.H.K. Rietstap. Hij komt er met schitterende bergen bij. Het houdt nu op, het heeft wel een beetje. Is er een grootste bal, een rondje van de bal, komt daar binnen. Daar is ook een twang van de bal binnen. En jongens, zijn jullie aan de klok? Was dat Lotus van Meulen? Altijd goed. Jongen, hoe is het met C. Berends? Was hij er goed uit, man? Ja, hij wil naar bed, hij wil naar bed, hè. Dat is een vroegslaper. 557. Is dat Luca Kelder uit Marienberg? Vandaar Luca Kelder, hè. Is dat Tim Spijker? Hij heeft een piano op de hand, hè. Hij kan zo bed in. Hij doet het met een ander. Afgelopen kan het niet meer met een korte broek. Het gaat nog goed. Wat doet de man? Heel hooggewand. Heel hooggewand. Moet nog een beetje doorlopen. Is dat ook Amelien Nieuwenhuis? Ja, daar komt zo'n oranje aan. Hè. Als je niet meer loopt, dan zal ik je dragen. Dan kan het gewoon 83. Ja, is dat mooi. Zeg 83. Is dat Mastenbrinken?
comeback nummer 1. Zijn winnaar Fappo. 437 en 437 Julia Plakkerman. De game van prestatie. Ah, Rudolf Hutti, je vaak op het podium. De 60 inmiddels gepasseerd. Mooi, hè? Ja. En de eerste stap, 170. Hoeveel rondjes moeten jullie lopen? Eén. Kom even hier staan dan. Kom even hier bij. Twee. Kennen jullie deze jongen? De fietsers moeten tempo maken, klokstaan op 1.45. En de winnaar van vorig jaar, gewoon aan de leiding uitreizen. Dat mag duidelijk mooi zijn. Daar zit Roman Rus zit er natuurlijk bij. Roman Bos en Lubink gaat daar mooi door. We hebben daar een nummer 38. Ah, dat is mooi. Daar zat ook. En de man met nummer 46 is Jeffrey Gerrits. En de Gerrits, daar moet vanavond naar Gerrits mee voor de 25e keer. Met, is dat Suzanne Pauwels? Zet hem op, Suzanne. Hij is goed hoor. Hij doet het nou in 3.43 en hij doet het nou in 3.41 als ik het goed zie hoor. 698 hadden we erbij. Dat is Sien Rubing uit Wezen. Hebben we ook een Wezen erbij hoor. Jan Dokker, Roan Bos zit daar binnen. En dat is wel goed. Gaan we ook even kijken of Anne Roesing aan de leiding blijft bij de meid. We gaan kijken naar 133. Als je Gurren. We hebben nog honderden. We zien natuurlijk nog mooie tijd. En dan ga ik ook met nummer 42. Naar de hoofd. De man met 270. Onze fietsen zijn in topvorm, hè? Is mooi. Want toen je alleen niet kan verwijderen. Ja. Ze liggen lekker, hè? Met nummer 740. Jesse Krotter Harderberg komt hier door. In rij 37. Meiden. Oh jongens, wat doen jullie nu? Laten jullie verrassen door de meiden vandaag. Ja, mijn Lammering staat ook goed daarvoor in, hoor. Natuurlijk hebben wij daar ook bij zitten. Zijn en Napel, die daar lekker loopt. We hebben daar natuurlijk 213 bij zitten. Op de naam. Hij zit op de rand, zie je dat? Ah, Laura Boers, jij bent in topvorm toch? Als je binnenkomt in 516. En als we dan kijken, ook Gerwin, dat is Stef Jasper bij, Ilse Bommer zit erbij. Daar zit Chabla Klokken zit erbij. Daar komt ook, dit zijn natuurlijk de Gerwin Berners natuurlijk, dat zijn allemaal mannen. Goed gedaan. 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 Goed Oh ja. Zou we nou niet zo kunnen doen als we de 15 hebben die is erbij? Dat we dan alle vier mee laten eten. Ja. Oké.
3 dagen, joh. Arme Niels de Bruin, Monique Kropman, Seine Willems en Marleen Herbert. Plannenmacht. Dat waren allemaal namen die we met respect uitspreken. En als we dan kijken naar de parcoursrecord op de 5 kilometer, dat is nog steeds een Afrikaans parcoursrecord van 14 minuten en 18 seconden. Ja. En je gaat de vloggen lopen. Lopen, gaat de vloggen. Ja, binnen, buiten. Want wat ga je doen? Ja, ook. Maar wat moet je gebruiken? Ben je al gelukkig? Ja, heel goed. Er staat een opdrachtje dat jullie voor je vriendengroep met kloppen loopt. Even kijken, is dat wat voor je Willem Tell is dat? Zo'n Robin Hood. Robin Hood, Robin Hood, ga je nog drinken? Anna van Hendrik. Hoe ben je? Heb je niet elektrische rollator? Nee, hij is al een bloemkast. Ja, heb je? Kun je ook even met de bruin op de foto? Wil je nog even ruilen van vader? Dat kan nu nog, dat kan nu nog. Dat is maar mooi, hè. Ga nu even bij zo'n bruin erop. Daar heb ik hier staan, Adrie Deente. En Robin Hoek, die gaat hier binnenkomen. En dan mag je zeggen dat we hier met Mark van Bokken in de tijd van de Oké, okay, nou bij de jeugd, Kiri Jaspers. Hij zit in de 21ste eeuw. Maar dit is het. Oh, meisje, wat mooi is dat. Wat zijn je benen mooi. Prachtig is dat. Ah, vind ik wel mooi. En breng je brein over de finish, hè. En ze hebben een dikke premie verdiend. Chapeau, chapeau. En dit als voorzitter heeft het fantastisch gedaan, mag je zeggen. En als je dan aan die mooie kuiten kijkt, hè. Dan mag je nog wel wat barbecue vlees in gaan gooien. Daar kan nog wel wat vet aan. Jongens, jullie hebben het fantastisch gedaan. Ja, had je nooit gekocht, maken? Ja, vroeger. Jij? Ja. Loop je ook wel. Zullen we ook wel films? Loop je ook wel eens over met kloppen, met films? Met hoge hakken? Of die staan niet? Die staan niet. Oh ja, wie heeft dat? Oh jongens, de barbecue, dat gaat helemaal niet om de snelste. Ja, daar gaan we ook wel een beetje om. Maar de vijf uur zonder barbecue aan door een barbecuechef is voor degene die zich het mooiste heeft gekregen. Wat denk je, wie vind jij het mooiste? Van deze. Jullie oma. Jullie oma. Ja, mooi schat. Dat duurt het mooiste. Aan mijn barbecue. Blijf aan de barbecue. Is dat goed? De oma die ontslag heeft gekregen in het bejaardencentrum. Hier staat hij, de oud-voorzitter. Ah, is dat mooi, hè? En als je dan denkt van heeft hij een dikke kont, heeft dat van aanbrengen, hè? Jongens, is mooi is dat, hè? Maar de winnaar hier zo, Robin Hood, meneer Boeksem, krijgt de prijs, hè? Nou jongens, hou de bruin even vast. Dat komt er helemaal goed, hè? Kom hier, jongens, kom hier. Applaus! Is dat mooi, ja? Ja. En de oud-voorzitter is aan het sparen voor een nieuw gebied. Ga erop staan, maar jij wordt verder in een tijd van 2 minuten en 7 seconden. Om trouwens zelf nog best op een tweede plaats te zijn. Maurice Tullen, op de rugby mee, Maurice, in 2 minuten en 10 seconden. En ook uit het schitterende Bergentuin is Sandra Boksen nummer 1 geworden. Is het Petra? Ja. Ik wou van Jan, Piet, Kees en Klaas ook ijzer. Zeg ik u nou goed? Ja!
Oké. Vera Bossum. Ja. Die krijgt ook de bakkenprijs. Met de klok. Kom in. Dan spreken we alles. Als we gedaan hebben, mag jij hier nog staan. Gefeliciteerd en het applaus is natuurlijk voor deze drie schitterende sportvrouwen. De kleine, grote snelleman uit Brugterveld. Voorheen uit de Bergenwijk. Seth Roeser op nummer 3. Seth, pas aan. Ja. Ja. En in 2017. Hij komt uit Kloosterhaar, Ivan Zolman. Pas aan. Nou weet ik niet of Floris, is hij van de dieren speciaal staan uit deze. Floris, u bent deze, komt er meteen. Dan gaat hij staan. 209. 209 is de tijd waarvoor gefeliciteerd naar deze. Geen erbij, hè? Jullie mogen liever samen op nummer 1 gaan staan. En morgen weer gezond hoor en genieten van de zaterdag, hè? Aju. Gefeliciteerd, Romy. 4 minuten en 21 seconden. Vorige week waren we in Zwolle bij de halve marathon. 10.000 atleten, maar nu vandaag is hij hier. Tilda Huisman uit Zwolle, nummer 2. Romy, 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 Romy. In de tijd van 4 minuten en 9 seconden. En weet je wat mooi was? Die Ubing stond hier, hè? Maar vorig jaar hadden we Sam Ubing, hè? Romy, kunnen zijn? En dat is het, ja. Meiden, jullie mogen even bij elkaar op nummer 1 gaan staan. Want dat is mooi. Kloosterhaan, Zwolle en Bergen. Jong, en dan gaan we even vasthouden, hè. We gaan die gasten schieten door. Het moest niet meer zien. Maar Roan Boestaan was weer over de streep komen. In 3 minuten en 46 seconden. Daar staan we. Roan Bos was vorig jaar ook derde. Roan Bos. En toen ik die 4-0-1, hij is 19 seconden sneller dan vorig jaar. Gefeliciteerd. Op het tweede paard, op het leven. Hij komt Sam Ubing in een tijd van 3-44. Waar staan ze? En dat is mooi, want jij bent 20 seconden sneller dan vorig jaar. En toen stond je er niet op, maar toen was je vierde. Hè? En hier staat hij dat wezen hadden we een boekcombinatie. Maar hij ziet er fantastisch uit. We noemen wel eens, hij is de snelle vooruit, hij is de Max Verstappen uit de reizen. Hier staat hij voor de tweede keer winnaar, Chris Messing. In een tijd van 3-2. En Chris, je was zo'n seconde snel. Je was 1 seconde sneller dan vorig jaar, man. 1 seconde sneller. Ik ben ook snel. Jij was op die jongen waar al die meiden jouw haar gehoord hebben, hè? Die waren verliefd op, hè? Dat heb je mooi meegenomen. Jongens, ga even bij de snelste man uit de reizen staan. En vandaag in de uitgebreide stad. Ja, mannen. Je bent weer geworden in 6 minuten en 14 seconden. Op de eerste plaats. Met de bekende naam van de B. Van Bergendijk en Ten Brinke. Marion, gaat aan, Marion. In een tijd van 6 minuten. Marion Ten Brinke, Nederlandse atleten. Goed gedaan, Marion. Het is mij een groot genoegen. Zij heeft de wagen geparkeerd op het wassingsplein. Is Isa aan het komen, op nummer 3, ga je even op nummer 2. Ik ga u uitnodigen. Oh, zij lag op de massagetafel bij de haren. Haar spieren zijn zo goed. Isa aan het komen, in 6 minuten. Ik moet eens kijken, kijk, maar je kan wel wat leuk hebben hier nog. Voor je verrassen dat je derde bent geworden. Ja, dat geweldig, derde kleine. Is dat voor Marion de Brinke? Marion de Brinke, wat een prijs! Ja, leuk in. Marion de Brinke, natuurlijk, die moeder op de pomp. Kijk, al nu met de pomp. Een schipper op de wereldkampioenschappen. En het is ook lachen. Mensen gebouwd! Naar de tweede plaats van. Ga staan, met een handje op de rug. Dat is gewoon een mooie zwieren over de ijsbaan. Maar in 2022, in een tijd van 5 minuten en 42 seconden. Was vorig jaar tweede in 5:54. Hij is 12 seconden sneller dan vorig jaar. Hè? Op bijna een seconde op de kilometer. Hé, de en nu nog moeite na 5 miljoen jaar. Hè? Allemaal jullie. Ja, ja, ja. Kom maar, even een applaus voor oma. Kinderen, Jan Jans en de kinderen, zo kun je dat best kunnen doen.
dan wel de winnaar. 19 was de opdeling, Jochtalien, is 21 sneller. Jochtalien, ben je even gestaan? Of heb je die twee jaar verkocht in Hardenberg in 1544 aan Jochtalien? Wat is aan? Ook Hardenberg, waar straks de kleppenstad lopen is, die komt er ook aan. Jasmijn Lammering, Laura Boer. Laura Boer gaat vroeger in een tijd van 5 minuten en 17 seconden. Laura Boer. Goed idee. Even de bandenpokaal, de klomp mag je zeggen. Ah, dat is goed, hè. Meiden, schuif een beetje aan, jongen. Ik doe wel die jongen, hè. Meiden, dus ik zie het niet. Op de derde plaats, 5 minuten en 37 seconden. Op de tweede plaats, niemand minder dan de sympathieke sportman uit dat Sinterkongo, Michael Beers, in de tijd van 5:24. Ja, waar staan? En op de eerste plaats is het niemand minder. En dan vies je dan door je, maar je bent winnaar. Daar staan man. Stef Jasper Fire in een tijd van 5:20. En hij was vorig jaar winnaar bij de jongste categorie in 5:36. En nu is hij 16 seconden sneller. Gaat natuurlijk naar dezelfde bergrijd. Staan nummer 3, Quinten van der Zanden. Daar staan man. En je mag even bij de hand staan met het afgedachte van. Jong, ik hou met de vastlandbalen van de Olympische Spelen en dan moet je ook wel een beetje staan. Dat staan we helemaal niet. Nou, fijn dat u er allemaal bent op deze 25e editie, want dit is natuurlijk wel een hele mooie dag. Ik wil u niet in verlegenheid brengen. En dan zullen nog veel mensen van u nog blijven zo dadelijk met de 10 kilometer of met de prijsuitreiking. Maar het is de 25e editie. We komen aan een kleine 1000 atleten vanavond. En als we alle atleten bij elkaar optellen, dan hebben we 25.000 atleten in 25 jaar vanaf 1995. Ik wil niet te veel van u vragen. Maar u krijgt nu de kans om de organisatie van 25 jaar de Bandenbond een warm applaus te geven voor uw inzet. En dat applaus gaat ook voor u, want u bent degene die hier al die jaren zijn geweest hoor. Maar duidelijk zijn. Niet allemaal elk jaar, maar William van Eken die staat hier wel. En dat is een fenomeen, want dat is de winnaar van vorig jaar toch? En, wat zeg je? Nee, ja, Edwin Wissema, ja, daar komen we nog bij, mensen die was sneller. Ja, die is ook een stuk ouder, die heeft ook meer ervaring. Maar ik vind ook wel, ik kom niet uit Dallassen, maar ik heb er iets mee. Maar hij was ook de winnaar van de schitterende 12e Pantomloop, toch? Marieke, Marieke, daar kom je aan een jaar gewoon, en toen ben je weggegaan met de huurschuld. Ja. Niet in verwarren met de minister van Gehandicaptenzaken, maar je bent hartstikke fit, hè? Toch? Je bent hartstikke fit. Even dit, dat gaat over sporten. U bent wel een sportvoerder, is hier pas altijd punten, maar u bent nog een beetje de koning, hè? Van de sportambtenaar. U bent vrij nieuw als wethouder. Hoe begon het? Ja, ja, met sporten. Wat doet u zelf actief in de sport? We doen aan waterpolo, dat is heel iets anders. Dat is geen middel aan te doen in Bergen, dat moet je ook niet. Hebben ze een zwembad in Bergen, hè? Nou, zwembad niet, maar in de gemeente hadden we het natuurlijk wel. Oh, de gemeente. Nee, dat kan ook zijn dat niet hier zo in Bantum ook een zwembad. He? Dat kan, hè? Ja, als je mensen in het horen dan. Oké, heeft u nog iets bijzonders gedaan? Ik vond het heel bijzonder, met alle respect voor u, maar dat we dus ook met de nieuwe minister van de handicapzaak, hè? Meneer Brink, hè? Ja, precies. Dat is mooi voor Hardenberg, denk ik. Mooi voor de naam van Hardenberg. En als je het meest inclusieve gemeente wil zijn, hè, zijn we al sinds 2018, dan moet je ook aanwezig zijn met dit soort evenementen. Wat vindt u van Bergentijn met sportgebeuren bij deze lopende 25 jaar? Met 25.000 naar één. Nou, ik zei het van tevoren al. Als je kijkt de schaalboom van Bergentijn, die weet dat vandaag meer dan 1000 mensen meedoen. Dat is voor mij fantastisch als ik afzet tegen de andere landen. Ja, want als ik kijk, ik woon met 4500 inwoners, of kleine 5000, en dan zoveel deelname, ook bij de Bantumers zelf. Hè? Ja, precies, en ook niet alleen de deelname, maar alles eromheen en werkt, en ik denk dat het een fantastisch evenement is. Ja, en dan hebben we over 200
geweldig deelnemers stelt. De crème de la crème, de haren als hoofdsponsor. Want u bent ook aanwezig, dat mag wel duidelijk zijn. Nou, we gaan alles inschakelen. Is het meisje ook echt voor de volgende aanwezig? Ik heb al gezegd, jongens, in die zijde is het bijna veranderd, hè? Nee! Ja, hoi! Yo! En als we dan kijken naar die 5 kilometer, dan zeg je natuurlijk Chabin. Maar als we dan kijken naar 3,65, dat is Dora Assing. En dan zeggen we, hier wordt gesneden. Het publiek is 8:65:10. En als we dan kijken naar die winnaar van vorig jaar. En hier gaan we natuurlijk kijken. De Libres 7-aar. Hey Marco! Is dat nummer 9, 702. Dat is die hele schip. Helder en duidelijk, mag ik zeggen. Dat is... En volgende week zaterdag hebben we de eerste Bissing Halve Marathon in het centrum van Ome. 16 minuten vorig jaar van de winnaar. 16 minuten. En als we gaan kijken, dat nummer 300. En de tweede plaats. En nu gaat hij winnen. En dat doet hij in een tijd van 16 minuten en 11 seconden. En die Wissema, vorig jaar was hij 1 en dan nog die tweede. Deze schitterende Wissema is mooi. Robert Gerritsen gaat naar 3. En dat is ook netjes, hè. Als hij Robert Gerritsen hier lekker gaat finishen in een tijd van 16 minuten en 26 seconden. Maar Wissema is altijd in vorm, jongens. Was in de Raalte winnaar in 1645. En dat liep 1652 in Hardenberg. En liep 1743 in Rijssen. 616. Dat is natuurlijk die Niek Nijenhuis. Dan liep van de week nog een mooie baanwedstrijd in Epen. Zij loopt hier een tijd van 18 minuten en 59 seconden. Eindemaatje zit daarachter. Ah, dat is wel niet mooi. Dat is mooi. 1929 en dan ook 1943. Daarmee blijft zij de crème de la crème van de meiden hier uit het oosten. En dat is ook een man van een gewoon mooi niveau. Ja, ik kon het niet helemaal zien, jongens, maar was dat ook een plaggenmast, denk ik, en Dennis, hè, zat daarbij, hè. Ook ingezet in het linkje, moet je even kijken. Meneer Bolt gaat er, oud-Olympiaganger, kom je binnen, veelvuldig Nederlands kampioen. Anne van Schuppen, goed gedaan, hoor. Ik ga helemaal binnenkomen, hier zo in die tijd van 22 minuten. En dat is wel mooi, als we hier zo sterk lopen met een temperatuur van 18 graden. Dat wordt bekende man. Was dat Gerben Bremmer? Gerben Bremmer, hij was ook binnen, maar die kent u wel, mevrouw, hè? Hij had een beetje de techniek van u, hè? Zo heel soepel binnenkomen, mooie techniek. En dan stilstaan onder de 24 minuten. Jongens, kan die nog onder de 24 minuten? Zou nog net kunnen, maar dat is Jesper Gelbers. Goed gedaan aan Frank Hoorn. Hij doet aan bodypainting, maar je hebt een beetje een lekker rug, zie ik. En we hebben voor de jeugd toch altijd kleine afstanden, hè? Dat is ook mooi. En nummer 234, is dat Henkie? Ja, ook in Brusselveld, hè? Jelle Potkinder. Kun je zien, dat is ook de man van de bloemen, hè? Kijken naar Dennis Hekman. Bedankt Dennis, 25 minuten. Als het hek is van de Dammen, hoor, als je binnenkomt. En 6:44, dat is Annelieke van Engelenhoven. Het was allemaal dure energie, mag je zeggen, als het hier gaat. De is dat natuurlijk.
En mocht u nog volgend jaar bestuurslid willen en een drankje. 490 is natuurlijk ook een fantastische atlete. Is dat Sanne Willem Trepper. Jongens, 1995 was de 25e keer. Het is vandaag de 25e editie. Mars Verstappen, dat moet je niet doen zondag in Frankrijk aan de Verstappen. Nee, jongens. 25 jaar. Deze schitterende wedstrijd, en dan kun je ook zeggen, geboren in 1902 en spreekt. Die is met Hillebrand, uit dat schitterende dorp waar ze altijd de McDonald's halve marathon hebben en de vier dagen van een sprinter, hier gaat staan in een tijd van 25-21. Ga staan, Lisbeth. Hele mooie tijd hoor. Wat is er gelopen in de wereld? Wel het niet gelopen. 20.35 voor Petra Asper. En vorig jaar was dat 20.05. Dat is mooi als ze hier staan. Zij hebben samen de leeftijd opgebouwd van 173 jaar. Mensen die daar zijn lopen altijd op de schoonhaar met de prijs hoor. Saskia, laat jij er nog in gas over roeien. Ga er gelijk op staan. Met je geweldige techniek van op het podium staan. Want ze moeten zeggen, vorig jaar was er ook één in 1958. Huibergentuin, Nora Assing is derde geworden. Marieke de Brinken, Oud-Bergentuin. Hé Marieke? Oud-Bergentuin, ja. Tweede, en niemand minder dan het jonge talent voor AD. We hebben stolen van Corbron, Naomi Heidema. Ga hier staan, Naomi Heidema. Mooi. Assing zit er wel voor nummer 3. En ze doet het in een tijd van 20 minuten en 28 seconden. Dat is goed hoor, als hij staat. Marieke de Brinken, een fenomeen. Stepan en hier zo tegen in haar schoenen staan, mag je zeggen. Naar een tijd van 1944. Goed gedaan, de Brinken, als hij hier staat. Dan mag je trots op zijn. Maar je blijft op de snelste bergtijmer ooit, hoor. En op de eerste plaats. De jonge talent voor wat deed, Naomi Heidema. Aankomt van Elderen, voor afgeleerde paard. Misschien naar het NK, maar finisht hier in de tijd van 1905. En Naomi, vorig jaar was je tweede achter Aline Koza aan je teamgenoten. Die van motoren op Monza. En hier staat hij, een pikkel op Hulsenbos achter nummer 1. En Lampe Hulsenbos is de eerste man die zich heeft ingeschreven op 7 september voor de halve marathon van Dalfsen. En daar kunnen nog 1000 bij. We gaan vragen of Eduard, ben jij op nummer 3 gegaan? Maar jij vindt ze in een tijd van 20 minuten en 10 seconden. Gefeliciteerd man. Roem Westen, dan ben jij toch een kanjer hè, als je hier staat. En lijkt wel een man die de ring niet wil stappen. Maar hij gaat gewoon op hoogte staan. Hier staat hij, Roem Westen, in de tijd van ruim onder de 20 minuten, 1946. Het is misschien wel het beest uit ruime rood. Onder de 20, goed gedaan man. Op de eerste plaats. De man op alle podia's in de wereld heeft gestaan. Dan komen ze gewoon in de tijd van 17 minuten en 44 seconden. Dat is goed gedaan, Lamco. Is zeer mooi. Roep anderen rustig vast, dat hebben we niet. Heel goed. Hij pakt de zilveren score op de 10 kilometer. Hij was vorig jaar de winnaar overal in 16.02. Maar nu is hij de snelste veteraan in 16.20. Heb je missen maar? Zijn we de tweeën. Maar de tweede is mooi man, heb je missen maar? Voor de tweede plaats. In de tijd van 16.27. En dat is goed man. Als deze schitterende stoomkruisvormer hier staat. Goed gedaan Robert Gerritsen. Robert, ja, was je derde in 1659 en dan in 1627. En die van Egen, hij was vorig jaar lekker in zijn senioren.
U was hier achter in maar William Beleken in een mooie tijd van 16 minuten en 12 seconden. En dat vorig jaar was het 16.04. U mag ze een mooi applaus geven. Ik zet de William Beleken nog even, want die op 29 mei de winnaar was van de 10 Nemers van mij. En dat schitterende veld. Is nog altijd, ondanks dat hij in Apeldoorn woont, maar zij is altijd nog de snelste atlete uit Bergenduin. Van ooit die dacht iets van zo'n 43 minuten of zo. Zou kunnen. Maar één keer hebben we even een cadeautje voor jou. Dat is een keer in mei. Dat je weer 25 banden neemt. Jongens, de 25 banden omlopen. Je kunt niet allemaal cadeautjes weggeven, hè? Eén is dat. Alsjeblieft. Jongen, dankjewel. Dankjewel. Oh, wat lief is dat, hè? Is dat een boek? Nee, ik kan hem aantrekken. Dus trek hem zo aan. Dankjewel. Ja. 8 uur. Ik kan me een heel lang verhaal vertellen. Het parcoursrecord staat op 29.33. Als je nog een extra premie wil. De prijsuitreiking is tegen de klok van half 10 op het visitein. We hebben de sterkste driejockey van Europa. Koppel en Wachtie. Meneer Koppelie, gaat het startschot doen. Nu even volgende week naar direct. Dan 4 ronden, veel succes allemaal. En aanstaande zaterdag de Bissingrun in Ommen. Dat ligt hier naast Bergenduin. Succes allemaal, 4 ronden van 200 kilometer. Attentie! Voor de start. Nou ja, ze zijn weg. Dus dat was even 10 kilometer. De bezetting minder. Minder deelnemen. De 5 kilometer. Hier staat, hier staat. Is dat slot? Ligt er naar de Kortemaan. Kortemaan is hier in Nederland als een business software die direct in studie zit. Alle doelen van jullie zijn verleden. In business. In 8.30, dus we zitten op 18 minuten, moeten we kijken. Jongens, zullen we Leon Sanderman een applausje geven? Een rondje van 8.34 en dan zit. En hier komt hij door hoor, 17 minuten. Nog een hele mooie tijd, dan kun je van Donners en Jack doen. Jongens, was dat Mark Bank? Meneer Schillenhuisman, Reven. Klopt! 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 En Herbert. Herbert. Als zijn de weg nog even scherp op deze dag. En wij hebben nog voordat we daarheen gaan. In datzelfde maand in 1995 werd Zuid-Afrika wereldkampioen. Maar jij bent wel de koploper, hè? Daarbij zeggen van dat triootje. Ah, jongens, zet hem op, man. Als we hier zo. Is deze man ook uitgenodigd op de bruiloft? Ah, dan moet je nog even een tandje erbij doen, hè? Ah, ja, ja. Dat is iets getrouwd met een verplicht nummer, hè? Dat is Herman Rotters uit Duitsland. Dit is mooi, hè? Dit is mooi. Even kijken. Kira Rambeli. Is die dag? Is dat Willems weer? Willems, hou het in de gaten dat jouw snelste tijd is 39.46, hè? Uit de stal van de Hoge Veense Atletiekclub, beide vrouwen moeten gewoon. Willems, kan die vandaag? Ik heb vrijdag nog een vrijdag. Jullie ook? Oké, deze vrouw, ja. Zet hem op, maar ik kan niet voor dat je hier bent. In Apeldoorn. En daar hebben ze elkaar het jaar nog gegeven. Toch? Zal ik je wat anders zeggen? Ah, dat is. Jongens, wat is dit voor een shirtje dan? Is dat de ploeg op waar Arne Slot heeft gevoetbald, hè? Heeft Arne Slot ook gespeeld? Nou. Ah, is dat ook een timmermannetje met 270? Kent u die op? Is dat een man? 12 keer heeft zij de 10 Engelse meiden van dansen geloven. 12 keer.
De Leon Sammerman. Een man van allure, een man met stijl, een geweldige man, een goede arbeid voor EPOS, wiskundeleraar, bakker, vader. Kom. Dat is een mooie. Kleine modeshow zit ook in het programma. Hebben we niet in het folder gezet, maar we gaan het zo wel doen. Hè. André Pletten. Met André Pletten over twee brussen. Dus we hebben twee mannen. Dat was ook oefening. Als het twee. Aanstaande wordt u allemaal uitgenodigd in het Hilton Hotel in Amsterdam. Daar zijn ze. Kun je rustig naartoe reizen. Nederland in Apeldoorn. Ze zijn 525. Staat hij erbij, jongens? Kennen jullie ook Arjan ten Napelen, Ben en Rijn? Arjan ten Napelen. Kennen jullie Nederland? Ik zag het aan je. Arjan ten Napelen. Nog met een mooie versnelling. Is dat Ingrid Kroneman? Ja, 50 minuten. En wat is het geworden? Zij doen de deur dicht. Op 52 minuten. De slotjes. Dat is 13 minuten per rondje, jongens. 4-13. Ach, 37. Goed gedaan, jongelui. Met nummer 9. Is dat Tim van Veldhuizen? Wordt nog wat gedaan? Twee keer eerste in Parijs, Dakar en Michel Platini. Zeggen ze dat je tafeljongen in de portemonnee heeft gestoken. Maar die kun je rustig verliezen. Gemakkelijk winnen. 832 dollar. Je bent de snelste atleet uit Willemstad, hè? Dat je klopt en dat je zo wegging op een schema van onder de 60 minuten, 57 minuten, dan loop je hier de sterren van de hemel. Mag ik er nog vragen voor een speciaal moment? Het is 25 jaar geleden dat we hier losstonden en toen had ik dit over het doorgaan. Toen zei de jongeren in de hengen van de tijd dat je iets anders aan trekt. Dus het is van mij dat in dat papier zit. Het is Manon Herbert, het is Kevin Timmerman. Het zijn twee jonge mensen en ze zeggen zelf maar wat jullie gaan doen. Of gaan we het even zien? Nee, dat staat hier niet op. Het staat niet op. Waarom moet je dit doen? Jullie gaan het water naar hier uithalen. Hier is het maar.
Jongelui, wat moet ik nu nog zeggen? Het is nooit de gewoonte dat ik mooi weer door ben gemaakt. Sommige mensen zijn gek op mooie vrouwen, anderen zijn gek op vierkanten, anderen zijn gek op huidige maanden als je dit ziet. 25 jaar, ja, ik kan er nog niet omheen. 25 jaar in Saïdië, één keer in het jaar in Bergenberg. Die tekst die houden we voor jullie. Ik vind het fijn dat het opstaat. Zonder jou is er geen vingertje bij de finish. Dat is hier met de microfoon. Met de microfoon. En de voorkant is ook mooi. 25 jaar lang gewoon. Echt bedankt, maar ik moet jullie bedanken. Jij bedankt. En Manon ook hartstikke bedankt. Ik vind het een fantastische gesten. En als het mooi is, mocht het zijn, dan heb je toch er nog niet uit bent. Want aanstaande vrijdag gaan jullie trouwen. Jij ook dus, met je vrienden. Wanneer hebben jullie het jaarwoord aan jullie? Jaarwoord moet nog eens. Wanneer is jaarwoord aan? Ja, dat was in Italië. Vorig jaar in Ja? Ja, maar jullie hebben wel een hele lange tijd vrij jullie met elkaar, toch? 11 jaar. 11 jaar? Oh, maar 8 jaar, hè? Nou, daar ben je al ervaring deskundige natuurlijk. Maar was je met vakantie met in Italië? Ja. Ja, wat leuk is dat. Heb je het over, moest je nog overleggen met je zussen, met je ouders? Ja, ik wist wel. Ja? Ja, ik vind het ook hartstikke leuk dat jullie dat zo doen. Want jullie zullen een groot willen hebben. Jij zeker, toen jullie werk zijn verhogen. En dan moet je in de handen. Ja. AW34, de relatie is samen waar jullie niet, maar we konden het ook doen. Ja. Toch? Ja, absoluut. En dan weet je, en je moeder is dat meisje met een hand voor elkaar, hè? Ik heb al gezegd dat jullie gaan trouwen in het Hilton Hotel. Ik ga niet vragen wat het kost. Maar wie er nog langs gaan we gewoon naartoe, het Hilton Hotel Amsterdam. Hè? Ja, ik weet het. Wat doe ik nou? Wil je mij een shirtje nog even aantrekken? Ja, leuk. Nee, nou, doe hem over de kop. Ik kan me wel helemaal uitkleden, maar ik wil ook niet van jullie ook aftrekken. Hey, we hebben een beetje tijd. Kom even tussen me staan. Jongens, is dat leuk of niet? Hè? Ik ben ijdelheid is, ja, dat is een speaker altijd, maar dit vind ik wel heel knap. Komt daar een loper dan? Hey, jongens, is er ook geluk? Ah, meisjes, kom maar weer. Je komt op een goede moment. Wil je op de foto? Bedankt voor de finish. Met nummer 721 is niemand minder dan de hele sympathieke Mandy van Aanwijk. Ready? 1, 2, 2, 20, en dan moeten we nog 25 seconden afdoen, want je bent de laatste start. Dus je moet nog straks 50 keer schrijven, ik mag niet te laat starten. En dat is het, dat was het enige. Nou, meisje, hartstikke bedankt. Er staat daarop, jongens, dit. Ja. Hey, is die zuster, hey, meisje? En meneer van...